Welkom lieve mensen bij onze allereerste podcast Boven het Maaiveld. Ik ben Wiebren van Hagen. Ik ben Jernas Ramatarsing. Ja, en we gaan een podcast maken over allerhande dingen. Een beetje filosofie, een beetje een terugblik op de politiek van vorige week. En een beetje een vooruitblik. Ik denk dat het goed samenvalt, denk ik niet. Zeker, maar de kern gaat wel zijn dat we vanuit een kapitalistische lens bekijken. Exact, want we zijn natuurlijk een hele diverse podcast. Hè, in ieder geval een divers koppel. Hè. We hebben zwart en blank. We hebben arm en rijk. We hebben jong en oud. Meteen zo. Nou, we zijn wel alle twee man. Dat compliceert. Ik moet wel zeggen dat vergeleken met jou natuurlijk de meeste mensen niet rijk zijn. Dus ja, dan schaar ik mezelf in die rij. Ja. Maar wat ik zo aan jou bewonder, Jernas, is dat jij bent de enige kapitalist die ik ken die geen cent heeft. Nou ja, het gaat om ideologie uiteindelijk. Hè. Aan het eind van de dag gaat het om filosofie, waar je voor staat. Hè. Dus voor mij was dat nooit een factor in beoordelen wat politiek juist was. Door te kijken naar hoeveel ik had. Ja, je hebt op verschillende bijeenkomsten van ons heb je hele mooie betogen gehouden over het kapitalisme. Waarom ben je zo'n kapitalist? Omdat het mooie van kapitalisme is dat het echt tegemoet komt aan onze menselijke aard. Het is zo logisch als je erover nadenkt. Het concept van vraag en aanbod, het idee dat mensen zich ten volste moeten kunnen ontplooien, het idee dat niemand iets mag zeggen over wat van jou is. Voor mij is dat zo natuurlijk en logisch. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat je op een andere manier naar de mensheid kijkt. Dus ik vind het vooral een rechtvaardig systeem en daarom ja, moreel juist. Ja, maar het is ook zo raar dat nu dat eigendomsrecht, Dat wordt aan alle kanten aangevallen. En het eigendomsrecht is een van de basisbeginselen van het kapitalisme. Hè? Het mijn en het dijn, wat van mij is, daar heb ik heel hard voor gewerkt. Daar heb ik voor geploeterd, bloed, zweet en tranen. En dan komt opeens die grote almachtige staat. En die zegt, nou ja, laten we alles een beetje gaan herverdelen. En de mensen die dan niks hebben, die gaan dan schreeuwen. Hè? Die hebben 30 jaar op de bank zitten Netflixen. En die denken dan van, nou, die Jernas, hè, als je 60 bent, dan heb je eigen vliegtuig en je eigen grote huis en alles. En dan moet je opeens gaan herverdelen. Ja, nee, er zit een bepaalde onrechtvaardigheid in. En ik denk dat het ook erg te maken heeft met hoe wij in Nederland niet geleerd zijn. Ons wordt niet geleerd om kritisch te zijn op de overheid. De almachtige staat, de totalitaire overheid, is toch iets van Oost-Europa, vroegere tijden. Misschien nazi-bezetting nog net. Maar ja, de meeste van de mensen die nu leven herinneren dat niet. En ik denk dat dat ervoor heeft gezorgd dat in Nederland de staat zo ver in ons persoonlijke leven kan gaan, zonder dat mensen het eigenlijk ja, doorhebben. Maar hoe verklaar je dan dat er een grote beweging is voor het collectivisme? Hè? We zagen dat in die coronatijd. Dat je moest het allemaal samen doen, het was voor het collectief. En nou, als jij je moet laten injecteren voor het collectief, dan moet je dat maar doen. En alle grondrechten werden opzij gezet. Bij wijze van spreken kan je dat doortrekken tot, nou, als we allemaal één grote mierenhoop zijn, dan mag er best wel een mier sterven voor het collectief. Jij zou best wel een nier kunnen afstaan aan mij als ik die nodig had om het collectief te dienen. Ik vind het zo raar, want uiteindelijk dat hele collectivisme leidt niet tot de grootste gemiddelde welvaart voor iedereen. Zeker niet, maar het geeft wel heel veel mensen een moreel fijn gevoel. Ja, hoe dan? Nou ja, voor veel mensen die geloven in het altruïsme. Dat wil zeggen, dingen doen voor jezelf is slecht, dingen doen voor de ander is goed. Dat is een heel raar concept, maar dat is volgens mij toch echt via christendom bij ons naar binnen gekomen. Het concept is dat jij voor andere dingen mag doen, maar zolang je iets voor jezelf doet, dan ben je inhalig, dan ben je verkeerd. Dus ik denk dat er voor veel mensen een morele troost zit in te denken dat ze iets doen voor een ander of dat ze niet egoïstisch zijn. Terwijl ik wil juist Nederland eigenlijk wijs maken dat egoïsme goed is. Dat egoïsme is niet het probleem. Ik bedoel, immoraliteit is een probleem van zichzelf. Maar het is niet het egoïsme waar het probleem zit. Het is juist goed als mensen vooral voor zichzelf het hoogste geluk zoeken. Daar wordt uiteindelijk iedereen beter van. En het is moreler ten opzichte van het individu. Ja. Maar ja, het is een lastig om te verkopen aan mensen. Zeker als ze religieus zijn of natuurlijk heel marxistisch zijn grootgebracht. Of aan de UvA hebben gestudeerd. Ja. En dat is gewoon een uitdaging. Nou, heb jij toch gestudeerd? Inderdaad, ja, klopt. Maar ik had het voordeel dat ik had alle foute rechtse boeken gelezen voordat ik naar de UvA ging. Ja. Dus ik was eigenlijk een beetje beschermd voor ik die arena betrad. Maar is het niet zo dat het komt omdat jij dan echt over, ja, jij zegt het heel mooi, hè? Ik kan het niet zo
filosofisch zeggen als jij. Maar je hebt het dan over egoïsme. En iedereen denkt bij egoïsme, dat is echt, echt heel selfish. Hè? Dat gaat over jezelf en dan alles. Dat zijn de graaiers. Maar je kan toch ook een soort barmhartig kapitalisme hebben, waarbij je wel inderdaad je eigen potentie maximaliseert. Ambitieus bent. Probeert de sterren te plukken. En dat je dan af en toe op je bek gaat, prima. Maar dat je uiteindelijk met kapitaal eindigt. En dat je dan ook barmhartig om je heen kijkt. En denkt van, hé, ik ga diegene zelf, ik ga dat orkest steunen. Of ik ga dat museum eens een donatie doen. En dat het geld bij de mensen zelf blijft. In plaats van bij de staat. En dat de staat in ieder geval zijn takken afhoudt van wat we hebben. Ja, ik zie vrijwilligheid inderdaad daar los van. Hè. Ik kan me heel goed voorstellen dat als jij vermogend bent en je kan geld missen, dat je dan inderdaad wil doneren aan zaken die verband houden met je waardes. Hè. Dus ik noem wat, ik ben zonder vader opgevoed. Nou, ik weet dat als ik veel geld zou hebben, ik waarschijnlijk misschien zou doneren aan een doel dat daarmee te maken heeft. Ja. Kan ook iets heel anders zijn, maar dat zou het voor mij waarschijnlijk zijn. Dat ik zo voel van, hé, ik wil misschien jongens die in dezelfde situatie zitten hulp bieden. Nou, dat vind ik een mooie organische manier van hoe goede doelen een prima plek kunnen hebben in de maatschappij. Ja, niet dat de staat gaat bepalen, Jern, als jij bent zielig, je hebt geen geld, hier heb je nog meer geld. En dat is het probleem. Maar dus dat barmhartige idee, het is niet dat kapitalisme daartegen is. Hè. Het is alleen dat kapitalisme zegt, het wordt niet van bovenaf verplicht. Maar natuurlijk, kijk naar een land als Amerika. Volgens mij is er geen land in de wereld wat meer doneert aan goede doelen. Ja. Er zijn zo vaak rampen in Amerika, continu tsunamis en noem maar op. En aan de oorlog. Orkanen. Maar Amerikanen doneren superveel. Kan ook iets te maken hebben met hun christendom dat ze daar hebben, hoe ze dat ervaren. Maar het is dus niet zo dat landen waarin er veel vrije markt is, per se mensen niet bereid zouden zijn om bijvoorbeeld te doneren aan goede doelen. Dat is echt een misconceptie en dat moeten we inderdaad ook weg zien te nemen. Maar ja, je kan natuurlijk pas doneren als je zelf wat hebt. Dus we moeten ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen iets hebben. En dan mogen die inderdaad bepalen welke goede doelen te verdienen. Of het dan de dansende beren zijn in Oost-Europa voor de een. Of inderdaad voor de ander een weeshuis in Eritrea. Dat zou natuurlijk gewoon persoonlijk worden ingevuld. De socialisten in Nederland die zullen altijd zeggen, nee, de staat moet dat allemaal eerst afnemen van de mensen. En de staat gaat dan bepalen of wij, de SDG gender gaan steunen in de Sahel. En dan gaan we dan een paar miljoen naar overmaken. En daar komt natuurlijk helemaal niks van terecht. Maar dan heeft de staat bepaald, en dat is democratisch bedacht, wel als een kapitalist. Hè. Kapitalist Jernas, die heeft €100 over. Die gaat niet gender steunen in de Sahel. Nee. Nee, waarschijnlijk niet. Nee, want waarschijnlijk, ik denk dat er helemaal geen cent meer naar de Sahel gaat. Maar ja, nee, dat zou je ook zien. Hè, dat de vrije markt vertelt je ook heel vaak wat iets waard is. Hè, en hoe realistisch iets is. Ja. Dus als de overheid supergraag in dingen wil investeren waar de vrije markt geen enkele trek in heeft, meestal klopt er dan iets niet, met een enkele uitzondering. Dus daarna kan je al vaak afleiden, is dit überhaupt een winstgevende praktijk? Maar ik ben wel benieuwd, want jij zit in de Tweede Kamer. Een plek waar ik altijd van droomde om zelf in te komen als Kamerlid. Dus ik droom er nog steeds. Als het gaat om die grenzen van de staat, ik zou je eigenlijk willen laten kijken naar een video van Denk. Want die hebben een video gepubliceerd. Onder andere Tim Hofman van Boos heeft daar enorm heftig op gereageerd. Die vergeleek ze met complotwappies. Nou, ik wil je even ernaar laten kijken. Tim Hofman heeft op Denk gereageerd. Ja. Okay. Tim Hofman noemde Denk complotwappies. Nou, bizar. Ik dacht, laat even jouw reactie krijgen als Kamerlid. Geen jongens en meisjes meer mogen zeggen in de klas. Of voetballers. Stefan, ja. Om een lafband te dragen. De lentekriebelsweek, waarin jonge kinderen leren dat het fijn is om hun geslachtsdeel aan te raken. Of rollenspellen op school, waarin kinderen verplicht uit de kast moeten komen. In de afgelopen tijd hebben we gezien dat uitingen over seks en seksuele diversiteit worden opgedrongen. Zelfs worden opgedrongen aan hele jonge kinderen. En dit neemt proporties aan waarin het gewoon te ver gaat. En heel veel mensen hebben het gevoel dat ze hier geen kritiek op mogen hebben. Want als de aanvoerder van Excelsior zijn aanvoerdersband moest inleveren alleen maar omdat hij bezwaren had tegen de One Love band. Of als ouders zeggen dat ze geen kritiek mogen hebben op een school die doorslaat met seksuele lessen, dan lijkt het alsof er naar bepaalde meningen in dit land niet wordt geluisterd. Maar dat is toch geen echte vrijheid? Vrijheid in ons land betekent toch ook dat je de mening mag hebben dat je geen regenboogvlag wil dragen? Vrijheid is toch ook dat je liever zelf als ouder het gesprek aangaat met je kind over seksuele diversiteit? Vrijheid is niet hetzelfde als het moeten onderschrijven wat sommige regenboogactivisten en sommige scholen willen.
We mogen met elkaar een lijn trekken. Dat we iedereen in zijn of haar waarde laten, maar dat we daar geen regenboogvlag of genderspelletjes voor kinderen voor nodig hebben. Dat we het prima vinden dat kinderen leren dat de samenleving divers is, maar dat dat niet betekent dat kinderen gedwongen aan een Paarse Vrijdag of een rollenspel over seksuele diversiteit moeten meedoen. En deze visie die moet ook gehoord worden. En hier moet rekening mee worden gehouden. In het onderwijs en in de politiek. Nou, dat was het. Ben je geschokt? Nou, nee. Stefan van Baarle is gewoon een hele goede vent. En kijk, ik heb groot respect voor Denk gekregen in de coronatijd. Omdat zij waren een van de eerste die, toen ik helemaal moederziel alleen aan het vechten was tegen al die debiele maatregelen die onze grondrechten afnamen, die mondkapjesplicht. Denk was een van de eerste die zeiden van ja, nou, ook wij vanuit onze achtergrond en onze achterban zien gewoon dat heel veel van onze stemmers helemaal niks op hebben met een staat die ons allerlei dingen gaat opleggen. Dus de meeste mensen met een migratieachtergrond, die willen zelf bepalen hoe laat hun winkel open gaat en wanneer hun winkel dicht gaat. Die willen helemaal niet dicht gaan omdat ze het samen moeten doen terwijl er geen coronapatiënt rondloopt. Ze zitten ook op een bepaalde manier op vrijheid van denken. En als het gaat over die hele gendertoestand, ja, en die seksualisering van kinderen. Ja. Ja, het is een heel lastig onderwerp. Hè. Ik ben helemaal kapot gemaakt toen ik iets had getwitterd of een vraag had gesteld over Pim Lammers destijds. Ja, dus die mocht toen het Kinderboekenweek geschreven. Ja. Jij hebt toen kamervragen gesteld van, is het zo handig? Want deze man heeft ook gepubliceerd over een relatie tussen een coach en een jonge speler. Al dan niet verheerlijken, dat laat ik natuurlijk aan mensen zelf over. Jij hebt eigenlijk alleen gezegd, hoe zit dat? Nou, en vervolgens brak er een chaos los. Is dit wel een goed idee? En moet je daar niet eens over nadenken? Ik denk dat heel veel ouders het helemaal niet leuk vinden dat hun kinderen die op de basisschool zitten geconfronteerd worden met genderspelletjes en lessen van hoe moet je masturberen en travestieten die langskomen om te vertellen. Ik denk dat je dat gewoon lekker aan kinderen zelf moet overlaten. Je moet die seksualisering van scholen weghouden. Wat dat betreft ben ik het met ze eens. Maar wat hij ook heel duidelijk zegt is, nou, je moet het gewoon lekker aan de ouders overlaten. Als ouders dat gesprek willen aangaan, prima. En laten we gewoon ieder individu zijn eigen vrijheid geven. En je gaat over jouw leven, je gaat over jouw kinderen, je gaat over. En de staat daarin gaat infiltreren is gewoon heel vervelend. En dat zie je bij de christelijke geloofsgemeenschap, je ziet het bij de moslims. Maar je ziet het ook bij gewoon een klassiek liberaal. Die zeggen, sodemiet erop, ga weg achter mijn voordeur. Ik wil dit niet. Maar dus als we het hebben over... Want kijk, mensen denken bij kapitalisme vaak dat het alleen hebben over belastingen. Maar kapitalisme gaat eigenlijk ook over de macht van de staat. De rijkwijde van de staat. De legitimiteit van de staat. Dus ook in dit geval, waar is dan de grens? Want we hebben dan openbare scholen. Mogen die openbare scholen dan van belastinggeld van jou geen travestieten inhuren voor het voorleesuur? Moet dat dan wettelijk worden verboden? Of is dat weer iets wat bij een gemeente moet worden gelaten? Ik vind dat wel een lastig veld om ik vind het ook lastig in te manoeuvreren. Ik vind het geen taak van de school. Ik vind de taak van de school is om te leren rekenen, te leren lezen, een beetje sporten, allerlei mooie dingen. En dan op de middelbare school kreeg je een uitbreiding van je vakkenpakket. En dan kreeg je Duits, Engels, Frans, biologie, scheikunde, natuurkunde, wiskunde. Allemaal prima. Maar al die ideologische indoctrinatie, hè, en of dat nou het socialisme is of dit soort gender-idiotie, ik zou dat helemaal weg willen houden van de scholen. Alleen, je ziet de traditionele beweging van collectivisten, of Marxisten, of Leninisten, Stalinisten, communisten, socialisten, is allemaal hetzelfde. Het zijn allemaal collectivisten. En die willen het collectief indoctrineren. En dat is natuurlijk het makkelijkste om te starten bij de kinderen. En je ziet hier een resultaat van. En dat heeft ook te maken, volgens mij, met een bepaalde drang tot ontkoppeling. Het kapotmaken van oude structuren, het kapotmaken van het gezin als hoeksteen van de samenleving, het doorsnijden van de solidariteit van ouders naar kinderen, tussen de generaties. En daar raakt dat weer heel erg, wat jij zegt met het kapitalisme, het erfbelasting en schenkbelasting. BVNL wil het afschaffen.
Nee, je moet je kinderen kunnen helpen. Je hebt scholen in Amsterdam die nu moeilijk gaan lopen doen over de vrijwillige ouderbijdrage. He, dan worden ze bedreigd met sluiting, omdat ja, sommige ouders vinden het heel fijn om een vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Zodat kinderen kunnen leren schaken of kunnen leren vogelen, weet ik veel. He, allemaal leuke dingen, extra curriculaire dingen. Maar dat zou dan kansenongelijkheid in de weg, in de hand werken. Ja, dat is allemaal vervelend. Maar ik denk dat we even door moeten. Sure. We doen ook een terugblik. Terugblik, trouwens, als iemand wil reageren, reageer in de comments. Als je onze naam boven het maaiveld gewoon een ruknaam vindt, dan horen we dat ook graag. Als je iets beters weet, laat het vooral in de comments weten. Maar even de terugblik over de politiek. De afgelopen week hadden we een paar dingen. Waar beginnen we mee? Coronadebat, heb je het gevolgd? Nee, kan je me bijpraten? Nou ja, dat is natuurlijk heel raar dat je na zoveel jaar, na die dystopische tijd waarin de scholen dicht waren, volkomen zinloos, we in lockdown zaten, 3 keer. De laatste keer. Avondklok. Avondklok. De meest zinloze maatregel die erbij zat, maar ik vind dat lastig om te zeggen, omdat al die maatregelen zonder uitzondering gewoon zinloos waren. Maar met name voor jongeren was het natuurlijk volkomen debiel. Want mensen onder de 50 hadden 0,000 kans om te sterven. Dus het ging nergens over. En, ja, en waar zijn we dan nu na 3 jaar? Nou ja, dus dan heb je een debat met Ernst Kuipers. En dan, dan gaat het bij 80% van de Kamerleden gaat het over post-covid, long-covid. En mensen die nog ongelooflijk moe zijn van corona. Dan denk ik, ja, weet je, we kunnen volgens mij beter dan een debat hebben over postkanker. Want als jij kanker hebt gehad en je bent door heel veel chemo's heen gegaan, dan ben je behoorlijk moe. Mm. En alle mensen die ik ken die kanker hebben gehad, die zijn dood en doodmoe. Maar we hebben het nooit over postkanker, we hebben het over post-covid. En dan stel ik een vraag van, joh, zou het niet zo kunnen zijn dat dat hele post-covid misschien ook een beetje post-vaccinatie-moeheid is? Hè? Want we zien steeds meer vaccinatieschade. En het is helemaal niet zo dat ik tegen vaccinaties ben. Ik ben tegen alles gevaccineerd. In dienst van die stereoprikken, difterie, tetanus, polio, hondsdolheid. Ik ben de hele je bent niet anti-vaccinatie? Nee, natuurlijk niet. Okay. Nee, maar ik vind wel dat jij als individu het zelf mag bepalen. En de staat gaat daar niet over. Maar de staat heeft nu wel de halve wereld gevaccineerd met een, ja, je kunt het een vaccin noemen, maar het is uiteindelijk mRNA-gentherapie. En heel veel mensen hebben ongelooflijke vaccinatieschade. De onderzoek wijst uit dat 1 op de 15.000 jonge jongens krijgt dan myocarditis. Ja, ja. Ontsteking aan hart. Hartaandoeningen. Ja. En jongeren vallen dood neer. Op. En het is natuurlijk niet zo dat het echt een totale kaalslag is. Maar er is wel iets aan de hand. Er is een enorme oversterfte. Denk ik, gaan we daarover hebben? Nee, daar gaan we niet over hebben. Pepijn van Houwelingen heeft het erover. Ik heb het erover. Toenan Kuzu had het erover, hè, van Denk. Verder houdt het op. En de rest is bezig met post-covid. En hoe kunnen we de volgende keer nog beter voorbereid zijn? Hoe kunnen we mensen nog meer, nog sneller de hele populatie gevaccineerd hebben? Okay. Dus eigenlijk, laten we het gewoon afsluiten. Het is gewoon een oninteressant onderwerp geworden. Nou, ik ben wel benieuwd naar de motivatie. Want denk jij dat dit is, ze willen dit monster in leven houden omdat ze dan niet hun eigen fouten hoeven toe te geven? Of denk je dat ze gewoon zien van, nou, de vorige keer hebben we enorme macht kunnen grijpen, laten we dit gewoon nog een keer doen? Wat is jouw gevoel? Jij zit er al die jaren bij. Ja, nou ja, ik ben enorm cynisch geworden inmiddels. Ik denk dat Een falende overheid heeft een oorlog nodig, een pandemie, een natuurramp, dat soort dingen. Dus ik denk dat we van psychose naar psychose gaan. En ja, de corona was een psychose wat mij betreft. En ik denk inderdaad dat de overheid nu het aan het incorporeren is in de wet. Nou, eigenlijk moeten we dat bij de vooruitblik doen, maar kunnen we meteen wel doen. Volgende week gaat de WPG, de Wet Publieke Gezondheid, die gaat door de Eerste Kamer. Die gaat het gewoon halen. En wat houdt dat in voor de mensen? Nou, dat wil zeggen dat ze al die maatregelen, zoals een lockdown of een avondklok of mondkapjes of al die onzin, die gaan ze nu dus in de wet publieke gezondheid neerleggen, zodat we voortaan niet meer een noodtoestand hoeven af te kondigen. Het zit er gewoon in. Het kan gewoon opgelegd worden. Als de World Health Organization, de WHO, als die zegt, nou, er komt een apenpokkenvirus aan, we weten niet wat het is, maar we zetten het op de A-lijst. En dan gaat
dan gaan wij gewoon... Dus eigenlijk een sluiproute naar makkelijker dezelfde maatregelen nemen. Het is inderdaad een sluiproute naar een heel eenvoudig totalitair beleid... dat de zittende macht dan kan instellen. En ik vind dit levensgevaarlijk. Ik vind dat je, voordat je hele grote beslissingen neemt met een samenleving... Hè, een samenleving op slot zetten. Hè, jou verbieden om je winkel open te doen. Of jou verbieden om 9 uur... je huis uit te gaan. Ja, dat mocht dan wel als je hond mocht uitlaten, maar dan moest je hem wel aangeleend hebben. Want het virus kon je niet meer pakken. Maar laten we anders even man en paard noemen. Welke partijen in de Tweede Kamer steunen dit? Welke partijen zeggen, ja, dit vinden wij echt een ontzettend goed idee? Dat... Nou, de hele coalitie plus alle linkse partijen. En dat is een grote meerderheid. Dus inclusief SP? Volgens mij wel, ja. En kijk, het is elke keer zo dat... Doordat het CDA en de VVD een ongelofelijke ruk naar links hebben gemaakt... Ja, er zitten ander soort politici in dan onder Bolkestein bijvoorbeeld. Die ruk naar links die leidt ertoe dat we nu met een soort links-D66-achtig kabinet zitten. Dat gesteund wordt door alle andere linkse partijen. Dus 3/4 van de Kamer is het hier gewoon mee eens. En dan helpt het ook niet mee dat de PVV ook een linkse partij is. Economisch links. Het enige rechtse wat de PVV... doet is het anti-immigratiestandpunt, maar de rest... Misschien anti-EU, zou je misschien nog rechts kunnen noemen. Ja, dat is waar. Ja. Maar als we het hebben over bijvoorbeeld wonen, de wooncrisis... is de PVV knijter links. We hadden ook een debat afgelopen week over de afschaffing van de tijdelijke huurcontracten. Nou, dat is in 2016 ingevoerd. Je mocht vanaf dat moment, hoeft je niet meer iemand een contract voor onbepaalde tijd te geven. Maar je mocht ook iemand voor 2 jaar een contract geven. Nou, dat is heel nuttig, want als jij op de overheid moet wachten voor een bouwvergunning... nog zoiets debiels, hè? Vroeger kreeg je na 3 maanden een bouwvergunning... maar nu moet je soms 4 jaar wachten. Maar als je 2 jaar moet wachten, dan kan je die leegstand voorkomen... door een tijdelijke huurovereenkomst af te sluiten. Nou, dat gaat er nu af. Nijboer van de Partij van de Arbeid en Grimwis van de ChristenUnie... die hebben een wetsvoorstel ingediend waarbij die mogelijkheid vervalt. CDA en de VVD gaan daarmee akkoord... Want zij vinden de basis moet zijn een contract voor onbepaalde tijd. We zijn er voor de huurders, niet voor de verhuurders. Dan denk ik, ja, dat is toch heel raar, want er zijn 2 miljoen ondernemers. Die moeten hun eigen... Jij bent ook ondernemer. Hoe heb jij je pensioen geregeld? Nou, mijn generatie rekent niet op een pensioen, hoor. Nee? Kan ik je wel vertellen? Gewoon AOW als je 67 bent. Ik ken niemand die over zijn pensioen begint. Oh, iedereen hoopt gewoon rijk te worden op een of andere manier. Maar nee, maar de meeste ondernemers doen het wel. Kijk, 800.000 MKB-ondernemers, de slager, de bakker... die hebben gewoon 1 of 2 appartementen gekocht. En die verhuren ze. Nou, als je dan iets wil verbouwen... of je denkt, hey, ik heb een kind dat daar wil wonen... of er komt iemand terug uit het buitenland... dan kan je tijdelijke huurcontracten afsluiten. Dat gaat er nu vanaf. Wat wil dat netto zeggen? Dat van de 45.000 tijdelijke huurcontracten... die er per jaar worden afgesloten... een groot gedeelte gaat verdwijnen. Nou, dat is dan jammer voor de huurder. En al deze linkse partijen die zeggen... ja, maar we doen het voor de huurder. Ze doen het niet voor de huurder. Ze doen het... voor het marketingplaatje en de huurder is de sigaar. En waar het eigenlijk misgaat is die hele huurmarkt, die hele woningmarkt... die is uit balans door vraag en aanbod. De vraag is geëxplodeerd doordat onder Mark Rutte... er 100.000 mensen per jaar binnenkomen, allemaal migranten. Vorig jaar was dat zelfs, in 2022, 402.000 mensen kwamen binnen. Er gingen ook wat mensen weg. Dus het netto migratiesaldo was 228.000 mensen. Nou, echt bizar. Ongelooflijk. Die wonen ergens... En op hetzelfde moment, door allerlei domme overheidsmaatregelen... wordt er nauwelijks meer gebouwd. Dus de bouwvergunningen worden nauwelijks afgegeven. Grond wordt niet uitgegeven. De bouwkosten zijn omhoog gegaan... door de verplichte warmtepompen moeten installeren. Doordat er isolatienormen zijn. Maar hoe kan vooral de VVD het zo ver laten komen? Ik bedoel, je hebt bijna 40 jaar in de partij gezeten. Ja, 38 jaar, ja. De partij van de ondernemers. Ik neem aan dat heel veel ondernemers op de VVD stemmen. Ik neem aan dat mensen die huizen verhuren op de VVD stemmen. Mensen met Airbnb's. Ik bedoel, waarom zou een partij zo snijden in zijn eigen electoraat? Lijkt het soms. Dat is een hele goede vraag. Maar wat ik zie is dat de achterban van de VVD, de kiezers... dat is een hele andere groep dan de mensen die politiek actief zijn voor de VVD.
Ja, dat zijn vaak jongere mensen, die hebben geen auto, geen relatie, geen kinderen. Die zijn op een bepaalde manier ontkoppeld van wat er in de grote boze mensenwereld gebeurt. En in de grote boze mensenwereld moeten mensen gewoon hun bed uit 's ochtends om te werken. Die moeten klanten bezoeken, die moeten dingen produceren, die moeten omzet maken. En die moet hoger zijn dan de kosten, want anders maak je geen winst. Die moeten belasting betalen. Ja, en die mensen die kijken naar die VVD en die denken, what the heck? Wat gebeurt hier in godsnaam? Maar goed, dit was dus een van de dingen. Een ander ding dat wel heel veel stof heeft doen opwaaien, was de uitspraak over negroïde primaten. En ik vond dat zelf echt een buikpijnmomentje. Ik ben heel erg tegen Newspeak en dat je bepaalde dingen niet meer mag zeggen, maar ik vond deze belediging wel echt heel ver gaan. Jij bent een man van kleur. Ja, wat mij eraast hoorde, ik kom uit de Bijlmer. Maar vond je het een probleem dat het gezegd werd? Ja, dit ging dus over een video, een vechtvideo uit de Bijlmer, waarin een op het eerste oog blanke man door een groep of 20 mensen van kleuren in elkaar werd getrapt. We hadden natuurlijk geen context in de tijd. We zagen alleen die beelden. Ja. Wat mij eraan teleurstelde, is dat ik het idee had van, nu zijn we aan de rechterkant net zo gek aan het worden als links. Want ik ben al een tijd lang gefascineerd door dit soort politiemoorden, waar dan heel vaak ophef over is. Ja. Het begon met George Zimmerman. Die heeft toen een 17-jarig jongen neergeschoten. We hebben nooit bewijs gezien wie eerst heeft aangevallen. Dus we zullen het nooit weten. Ja. Maar vanaf dag 1 was het racisme. Nou, ja. Toen was mijn interesse getrokken. Ik ben eigenlijk in heel veel van dit soort zaken gaan verdiepen. Dus Michael Brown, George Zimmerman, George Floyd. En bijna altijd wordt er aan de linkerkant gelogen. Echt op een belachelijke manier. Bijvoorbeeld, zo wordt gezegd dat Michael Brown zijn handen omhoog deed en in zijn rug is geschoten, is niet waar. Het was één valse getuigenis. Iedereen weet dat het vals is. Dus vandaar dat ik een soort van extra zintuig heb ontwikkeld voor dit soort dingen. En ik zie dit filmpje en ik denk bij mezelf, ik zou toch wel echt de context willen weten. Natuurlijk was ik ook geschokt. Maar de context doet het toch niet toe als je dit soort uitspraken gaat doen. Een negroïde primaat. Ja, dus daar het lijkt mij dat iedere Surinamer in Nederland dit gewoon niet trekt. Dus ik trek het ook niet. Er waren voor mij twee dingen. Aan de eerste kant dacht ik, je bent zo voorbarig en dan gebruik je dit woord. Dat doet mij denken dat je heel graag dit woord wil gebruiken. Maar je kan toch op geen enkele manier dit woord gebruiken? Kijk, ik vind dat mensen die een misdrijf plegen, die moeten worden gestraft. En ik ben waarschijnlijk heel rechts daarin. Ik vind dat mensen echt ongelooflijk lang de bak in moeten. Zeker. En er moeten minimumstraffen komen. Maar het maakt mij niet uit of een blanke, een donker iemand in elkaar slaat of andersom. Je moet gewoon opgepakt worden en weggezet worden. En dan ga je gewoon voor 20 jaar de bak in, wegwezen. Dit soort gedrag mag niet getolereerd worden. Maar om dit in verband te brengen met negroïde primaten of daar een racistische vleug op te leggen, dat is toch raar? Ik vond het ook ik vond het zo over de top eigenlijk. Want kijk, we hebben in Nederland genoeg termen. Zoals als een stel hyena's of zo, vielen ze hem aan. Of weet ik veel, wilde dieren. Of, we hebben genoeg manieren om in Nederland soort van dit in een vorm te gieten, waardoor het niet racistisch hoeft te klinken. Term als tuig vind ik ook al eigenlijk de lading dekken. Maar oké. Ja, tuig vind ik een mooi woord. Hyena's, ja. Prima. Weet je? Dus ik vind, we hadden zoveel opties. We hadden geen context. En dan als eerste daarmee zo naar buiten komen van kijk mij eens. Dat stoorde mij vooral eraan. En ja, als dan achteraf er een context uitlekt die niet 100% is geverifieerd voor de duidelijkheid. Wat was de context? De context was, dit wordt beweerd door een aantal van die jongens, dat die man verward was, dronken was, geen Nederlands sprak en dat hij een jongen van 16 ongevraagd op zijn mond zou hebben gezoend. Okay. Dat is hun verhaal. Enige wat het enigszins staaft is dat hij is geholpen door iemand van het perron. Die persoon zei tegen hem van, hey, wacht op de politie. En toen zei hij, no police. En hij pakt de trein naar Schiphol. Is geen hard bewijs, maar het is wel verdacht. In ieder geval het vliegtuig genomen. Ja, het is in ieder geval verdacht dat hij niet op de politie wilde wachten. Nou, dan kan je van alles zeggen over het geweld. En dat begrijp ik ook. Maar ik vind gewoon, laten we
heel erg afwachten, zeker als er een raciaal component is, met enorme grote conclusies. Van, weet je, want ik zag ook Raisa Blommestein, weerloze blanke man, weet je, meteen een soort lading eraan geven. Terwijl ik dacht, laten we even ons geduld hebben. En als het racisme is, dan benoemen we dat. Maar dan hoef je niet negroïde primaten te zeggen. Dan kan je zeggen, dit is een voorbeeld van anti-blank racisme. Schandalig, daar moeten we iets aan doen. Dat is een heel terecht punt om te maken. Er bestaat anti-blank racisme. Ik zal de laatste zijn die dat ontkent. Alleen, ik vind, hou je bij de feiten. En ja, ik voelde me wel extra aangesproken omdat ik uit de Bijlmer kom. En omdat dan uiteindelijk waarschijnlijk blijkt dat die jongens, ja, in ieder geval enigszins een reden hadden om het te doen. Niet, je moet nooit iemand tegen zijn hoofd schoppen. Dat moet je nooit doen. Kan nooit. En je kan ook dit soort uitdrukkingen denk ik niet gebruiken. Ik ben trouwens wel met je eens dat je ook als blanke gediscrimineerd kunt worden. Zeker. Ik heb jaren in Gabon in West-Afrika gewerkt. Nou, de enige die uit de rij werd uitgepikt altijd, ja, was Kaaskop Wieberen. Hè? En dan wordt alles afgenomen. Dramatisch natuurlijk, het bestaat wel. Alleen, ik wil toch graag blijven denken dat in Nederland, die ervaring heb ik ook wel. Hè? Alle landen waar ik heb gewerkt, heb ik racisme ondervonden, beide kanten uit. Maar in Nederland vind ik, als we het op mondiaal niveau bekijken, vind ik het echt heel erg meevallen. Wij zijn een heel schattig landje wat dat betreft. En wij maken het probleem ontzettend groot. Ja, nee, ik kom uit Suriname. Dat is een heel racistisch land. Ja, is dat en dan niet in de zin van het leidt per se tot geweldsconflicten dagelijks. Nee, ik bedoel, gelukkig. Maar als het gaat om hoe je mensen bespreekt, of als het gaat om hoe je dingen duidt. In Suriname is het heel normaal om te zeggen, hey, het voedsel is bezorgd geweest. Oh, wie? Door die Javaanse jongen. Ja, dat is de meest, dat is niet schadelijk, maar dat, als in, wij beschrijven ook alles in raciale termen. En dat hoeft niks mis mee te zijn. En er zijn ook vooroordelen. Javanen zijn dit, Hindoestanen zijn dat. Niet altijd even mooi. Ja, en het is ook een probleem in Suriname. Alleen zolang het niet tot geweld leidt, is het, ja, voor mij nog enigszins beheersbaar. Ja. En ja, kijk, daar zijn we natuurlijk nu overheen gegaan. Maar ik heb het idee dat er sommige mensen waren die heel graag anti-blank racisme wilden bespreken. En die dit, zeg maar, zagen als een ideale kans. Ja. En dat die net iets te snel voor de troepen uit zijn gelopen. Terwijl ik vind, het is een legitiem argument om in te brengen. Van, hey, laten we racisme niet eenzijdig bekijken. Je hebt intern racisme tussen zwarte mensen. Dat bestaat tussen mensen met een donkere huid en een lichtere huid. Is er in de zwarte gemeenschap soms zelfs interne strijd. Dus ja, ook zwarte mensen kunnen racistisch zijn. Ook Aziaten kunnen racistisch zijn. Het is goed dat je even over Suriname begon. Want met BVNL International gaan we binnenkort een reis maken naar Suriname. Dus ben je lid van BVNL en wil je mee, dan moet je Jernas even een mailtje sturen. Want Jernas organiseert de reis. Zeker, ik regel het. Ik weet niet wat we allemaal gaan doen, maar we gaan er een heel spannend programma van maken. Zeker, jernas@hotmail.com. Anders ga je ook in de comments natuurlijk iets achterlaten. Ik ben op alle sociale media. Heb je nog geen BVNL-mail? Oh ja, die heb ik wel. Moet ik even nu Doe maar jernas@hotmail.com, jongens. Dat is het beste. Voordat we gaan afsluiten, denk ik dat we nog even het stikstoffonds in box 3 moeten behandelen. Kan jij box 3 even goed uitleggen aan de mensen? Ik heb een beetje toch een beetje technisch is. Ja, je hebt box 1, dat is je inkomen uit arbeid. Dan heb je box 2, dat is inkomsten uit onderneming. He, dus als je een BV hebt, dan valt dat in box 2. En box 3 is vermogen. Nou, er was lange tijd was er een fictief rendement van 4%. En dan betaal je dan 30% belasting over. Dus je betaalt dan netto 1,2% over je vermogen. Dat was te hoog. He, en de rechter heeft daarvan besloten, heeft gevonnis van, jongens, als je het op de bank hebt staan, dan maak je die 4% niet. Dus dat kon niet. Dus er is een herstelregeling. En nu proberen ze daar iets anders van te maken. Nou, dan gaat heel collectivistisch links-Nederland gaat natuurlijk fantaseren, hoe gaan we de rijken de crisis laten betalen? Dus nu ligt er een voorstel dat het fictief rendement naar 6,17% gaat. Dat de leegwaarderatio bij slecht verhuurd vastgoed er min of meer afgaat. Dat de belasting dan naar 33% gaat. Dus dan betaal je uiteindelijk 2% over de waarde van het vermogen. Dat is een ongelooflijke hoeveelheid geld. Dus dan ga je niet de vruchten van de akker belasten, maar de akker. Misschien moet ik je even de bijdrage van Olaf Efriem laten zien. Want die heeft in de Tweede Kamer daar een hele mooie bijdrage opgeleverd. Inbreng box 3. Ja. Dank u, voorzitter. De toekomst van box 3. Er zijn drie groepen randvoorwaarden. De uitvoerbaarheid is wel operationeel voor de Belastingdienst, administratief voor de belastingplichtigen en last but not least juridische houdbaarheid. Een zware taak voor de zakenstaatssecretaris, aangezien de operationeel falende Belastingdienst
niet de schuld noch de verantwoordelijkheid van de belastingplichtige mag of kan zijn. De tweede groep is het benoemen van de schijnbaar semantische, maar in de praktijk uiterst relevante elementen. Vermogensrendement inclusief vermogensresultaat of slechts het current income belasten. Wel of geen inflatiecorrectie. Het moment van belasten in het geval van vermogensaanwasresultaten. Op het moment van realisatie of periodiek ook niet gerealiseerd resultaat belasten. Verliesverrekening en hoe dan wel bij negatieve resultaten. En recht toerecht aan vermogensbeheer zoals de linkse partijen willen. En worden kosten van bijvoorbeeld vermogensbeheer, beleggingsadvies en onderhoud en financiering van beleggingspanden aftrekbaar. Deze punten zijn uiterst relevant. Zolang men een term als werkelijk reëel rendement niet heel precies definieert, is discussie vertroebeld zoals de heer Van Rij als vakman zal beamen. De derde groep parameters is meer politiek van aard en horen meer bij de Haagse stolp dan bij het echte leven. Men denkt aan budgetneutraliteit, compensatie in hetzelfde domein, ideologie en coalitiefitties. Als rationeel denkend econoom laat ik dit soort Haagse gedoe maar even buiten beschouwing. Laten wij het vermogen en de directe rendementen op als een akker met vruchten beschouwen. BVNL vindt dat er over de akker reeds vele malen belasting is betaald. Maar we geven toe dat er over de vruchten best een bescheiden belasting kan worden geheven. Onze voorkeuren. 1. Een belasting over direct rendement, dus current income. Hieronder verstaan we dividend, rente, huuropbrengsten, etc. Met uiteraard kostenverrekening, zoals de kosten van vermogensbeheer, beleggingsadvies of onderhoud op een roerend goed. Immers zonder deze zou de akker geen vruchten dragen. In feite sluit het aan bij de gedachtegang van Gerrit Salm in 2001. Een haalbare risicoloze rentevoet wordt belast. Waardestijging is volgens het Capital Asset Pricing Model afhankelijk van het genomen risico en wordt volgens BVNL niet belast, daar dit zowel winst als verlies kan opleveren voor de belastingplichtige, ook afhankelijk van zijn risk appetite. 2. Uiteraard zullen er stemmen opgaan om ook de waardestijging van de akker te belasten. Hier is BVNL mornikus op tegen. Immers, voordat de akker verkregen werd, is over de benodigde middelen al diverse malen belasting gegeven, zoals inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, erfbelasting, etc. etc. Bovendien is het uiterst kwalijk naar bijvoorbeeld ondernemers, en die zijn echt niet allemaal rijk, die hun pensioen in box 3 geregeld dachten te hebben. Indien de staat onbetrouwbaar blijkt en de spelregels tijdens de wedstrijd verandert, kan het deze hardwerkende mensen op hun oude dag duur komen te staan. Overigens zou de staat bij verliezen meebloeden in verband met verliesverrekening en zouden de opbrengsten nog als volatiel kunnen uitpakken. Ten derde, mocht een en ander onuitvoerbaar blijken, dan grijpen wij graag terug op de ideeën uit 2001, want zo gek waren die niet eens. Gebruik een simpel forfaitair rendement, ongeveer de risicoloze rentevoet en belast het tegen een percentage. In het algemeen zien wij een euro liever in de zak van hardwerkende Nederlander, waarvoor een deel daarvan uiteindelijk via uitgaven, middels onder meer de BTW, terugvloeit naar de schatkist, dan in de zak van de minister van Financiën, die er onverstandige ideologische dingen mee doet. BVNL wacht in gepaste eerbied de visie van de staatssecretaris op onze standpunten af, in het belang van Nederland. Maar het gaat erom dat dat je dus nu zo'n hoog fictief rendement gaat rekenen en daar belasting over gaat betalen, dat heel veel mensen nu meer box 3 heffing gaan betalen dan ze aan inkomsten uit box 3 krijgen. Dus ze verliezen geld? Ja, met name in het vastgoed natuurlijk. Dus als jij sociale woningen hebt en jouw sociale woning wordt getaxeerd op 4 ton... dan betaal je 8000 euro per jaar box 3 heffing. Maar als jij een huur van 300 euro krijgt, dan krijg je 3600 euro per jaar inkomsten. Dat kan niet, dat gaat niet. Maar ja, heel links is natuurlijk de horlepiep aan het dansen, want we gaan eindelijk het kapitaal kapot maken. Maar dit leidt tot een... Er zijn twee effecten. Hè? Marnix van Rij doet de box 3 aanpassing. En Hugo de Jonge, mijn grote vriend uit coronatijd, die hebben ze nu zonder enige kennis van zaken, hebben ze die baasje van de woningmarkt gemaakt. En samen zijn ze, denk ik, in staat om zo'n 300 miljard euro aan waarde te laten verdampen. Oh, doordat alles nu in elkaar stort. Beleggers vluchten uit Nederland weg. Ze stemmen met hun voeten. Bouwers kunnen niet meer bouwen. De kosten die gaan omhoog. En alles implodeert. Heeft het ook op jouw effect? Want jij bent ook vastgoedondernemer? Of? Ja, maar als je in box 2 zit, dan heb je daar geen last van. Okay, dus okay. Box 2, ja, dan heb je wel last van Hugo, maar niet van Marnix. Oké, dat scheelt dan. Hugo die heeft wel, zeg maar, die gaat de regulering van de middenhuur regelen. Dat betekent dat woningen tot 187 punten volgens het woningwaarderingsstelsel opeens in de sociale sector gaan vallen. Nou, dat is, ja, ik heb daar ook geen last van, maar daar zou je last van kunnen hebben. En dat is ook een enorme ingreep.
En hopelijk wordt daarover geprocedeerd. En is dat een zodanige ingreep in het eigendomsrecht dat het, dat, dat door de rechter wordt teruggefloten. En anders, anders moeten we andere partijen stemmen. Maar ik hoop in ieder geval dat die 2 miljoen ondernemers die afhankelijk zijn van hun pensioen, van beleggingen in box 3... Dat die op andere partijen gaan. Dus eigenlijk is het een klassiek voorbeeld van links met een voorstel en de perverse effecten ervan totaal niet door hun worden overzien? Of denk je dat ze dit doelbewust weten, maar gewoon echt de economie willen slopen? kan je bijna niet voorstellen, maar ja. Maar je hebt helemaal gelijk. Het is een ideologisch gemotiveerde ingreep. Mm. En voor mensen bij GroenLinks en de Partij van de Arbeid en dat soort partijen, die vinden het helemaal niet erg als als het hele vermogen verdeeld wordt over iedereen. Nee, maar Hugo de Jonge is in principe toch niet een soort Marxist. Hebben we daar ooit echt tekenen van gezien dat hij echt diep in de linkse leer zou zitten? Ja, zeker. Hij zit helemaal op de linkervleugel van het CDA. In coronatijd vond hij het geen enkel probleem om onze grondrechten af te nemen. Hij vond geen enkel probleem om al die kappers en mensen in de entertainmentindustrie allemaal kapot te maken. En die lijden nog steeds. Hè? Er zijn nog 200.000 bedrijven die op omvallen staan door die stupide maatregelen. Jij kent hem beter. Hè? Ik had toch het gevoel... Ik ken hem niet goed, maar... Ja, in al die tijd, toen hij al die fouten maakte, had ik nog wel het gevoel, hij denkt dat dit juist is. Het was fout, maar ik had wel het gevoel dat hij dacht dat hij juist was. Maar in dit geval, dit is bizar. Ik denk dat Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid ook echt gelooft dat de wereld beter af is als we gewoon geen eigendomsrecht meer hebben. Als iedereen hetzelfde heeft. En ik denk dat hij dan ook denkt dat iedereen dan nog steeds vrolijk naar zijn werk gaat. En dat die ambitie om kapitaal te vergaren, om welvaart te creëren, dat die er nog steeds is, maar dan voor het collectief. En dat is een ideologisch verschil van inzicht. Hè? De gemiddelde Marxist, die denkt zo. En wij zijn kapitalisten. Wij willen gemotiveerd zijn. We willen de sterren kunnen plukken en de hemel kunnen bestormen. Maar dat hebben dit soort mensen niet. Die denken, we zijn met z'n allen. Maakt niet uit of je wat voor opleiding of wat voor achtergrond. Maakt ook niet uit hoe hard je werkt. Dat vind ik trouwens wel leuk van de SP. De SP is aan de linkerkant wel de enige partij die gewoon ook zegt van, joh, hop, aan het werk. Je moet werken voor je geld. Nou, en wat ook van de SP is, die Kamerleden moeten een enorme afdracht regelen. Kijk, ik vind het natuurlijk moreel verwerpelijk, maar ik vind het wel moreel consistent. Maar als je gelooft in een soort van eeuwige opoffering, ja, dan klopt het wel om dit ook te doen. Ja, ik moet er niet aan denken, maar kijk, uiteindelijk vindt heel links vindt zich in de armoedeval. De zieligheidsindustrie. Mensen die niks hebben en die niks willen, daar moet je geld naartoe gooien en toeslagen. En het gevolg daarvan is dat Nederland het enige land is met een armoedeval in de hele wereld. En dat betekent dat als jij op de bank zit te Netflixen je hele leven, dan krijg je meer geld per maand, netto overhouden in je handje, dan wanneer je bijvoorbeeld postbode gaat zijn. Dan hou je 200-300 euro netto minder over. Dus er zitten 1,2 miljoen mensen in Nederland op de bank. En natuurlijk gaan die niet van de bank afkomen in een kapitalistisch gemotiveerd systeem. Ja, want vanuit eigen belang beredeneerd. Nee, precies. Als we het even heel nauw nemen, ik snap het eigen belang verder gaat dan alleen werk. Maar dan zou je zeggen, puur economisch gezien kom je beter uit door niks te doen. Dat is natuurlijk een situatie die niet zou mogen bestaan. Wat vind jij? Moeten we gaan afronden? Ik denk het wel, hè? Ik denk het wel. Zeker voor de eerste keer denk ik dat de mensen wel wat input van ons hebben gekregen. Ja, en mensen moeten ook even terugkoppelen, denk ik. Hè? Ja. Vonden jullie dit leuk? Laat even wat achter in de comments. Vond je dat Jernas grappiger was dan ik? Dan ga ik dat de volgende keer wat proberen aan te passen. En als je nog inderdaad een betere naam hebt voor ons, horen we die ook graag van je aan. Dus drop het in de comments en laat weten wat je ervan vindt. Nou, toch boven het maaiveld. Ik vind het echt wel mooi. Hè? Wij willen boven het maaiveld uitkomen. We willen aspireren. We willen, zoals ik al zei, de hemel bestormen. Nou, sommige mensen zijn nog jong en moeten het nog doen. Ik heb het al geprobeerd. Ja, niet altijd even succesvol, maar wel plezier erin gewoon. Ja. Nou, laten we dan bij deze afsluiten. En wij komen dan volgende keer bij jullie terug met een nieuwe aflevering. Die gaan we beter voorbereiden. Ja, nou, dit was ook wel goed. Maar nieuwe aflevering van Boven het Maaiveld. Tot de volgende keer. Yes.